Ja, dag goede mensen. Ik ben Joris van de Zeitgeist Movement. Vandaag geef ik u een presentatie over de Zeitgeist Movement. Ten eerste wil ik zeggen dat deze presentatie een overzicht is. Dus we gaan nergens echt in detail kunnen gaan. Het is een vogelvlucht. Ik wil ook de organisatie bedanken om ons hier te hebben. Deze presentatie is opgedeeld in meerdere delen. Ten eerste ga ik u zeggen wat de Zeitgeist Movement is. Wat we zien qua problemen vandaag. Hoe we denken om dan uiteindelijk tot een oplossing te komen voor de problemen dat we zien vandaag. Dus ik wil ook nog zeggen dat u alle details kunt vinden in onze orientation guide. Deze kunt u vinden op de zeitgeistmovement.be, de website. Nu even, oké. Dus wat is de Zeitgeist Movement? De Zeitgeist Movement is een globale duurzaamheidsgroepering. Ze bestaat uit een duizendtal afdelingen, verspreid over een tiental landen. Haar doelen haar activiteiten zijn het informeren van het bewustzijn verspreiden van de grondoorzaken van onze sociale problemen die we vandaag zien. En ook informeren over oplossingen, logisch bekomen oplossingen, ondersteund door wetenschap. En deze oplossingen kunnen ons als samenleving in staat stellen om tot een duurzame en meer vredevolle wereld te komen. Goed, we willen ook mensen samenbrengen rond dezelfde waarden die we delen. We willen ook een sociale onderdruk creëren, dus mensen informeren, zodat ze de problemen kennen, om dan een onderdruk te creëren die we willen op een globale schaal zien. Eenmaal een zeer brede onderdruk gecreëerd, willen we overgaan naar de implementatie van een nieuw economisch model. Het heet een resource-based economic model. Nu, de bedoeling is dat dit niet aanleiding geeft tot het creëren van een nieuw instituut, maar eerlijk tot een gedachtegang. En deze gedachtegang kunnen we als volgt samenvatten. Het is de toepassing van de wetenschappelijke methode voor sociaal welzijn. U kunt de Zeitgeist Movement echt letterlijk nemen, want wat willen we bewerkstelligen? Dat is een beweging van de tijdsgeest creëren. Eén waarbij we oorlog, armoede, honger, onnodig menselijk lijden niet alleen aanzien als te vermijden, maar als totaal onaanvaardbaar. We leggen de lat zeer hoog, want we beseffen dat alles wat minder is, we kijken naar de geschiedenis, gaat toch weer leiden tot dezelfde problemen. Laat ons eens kijken wat we vaststellen van problemen vandaag. Nu, we zien een wereld vol corruptie, vervuiling, onderdrukking, oorlog, verkwisting. Dit zijn voor de Zeitgeist Movement symptomen. Symptomen van de generator daarvan, en dat is ons huidig economisch systeem. Laat ons een paar elementen hiervan bespreken, namelijk dat ons huidig economisch systeem nood heeft aan cyclische consumptie. Er wordt van ons verwacht dat we continu consumeren. We kunnen dit als dit cirkeltje voorstellen. Ook weten we dat ons huidig systeem vandaag fundamenteel gebaseerd is op arbeid voor inkomen. Dus wij moeten werken, daarmee genereren we een inkomen. We gaan dan producten aankopen en dus houden we Hans die molen in hang. Wat zeker niet mag gebeuren voor deze vorm van economie, is dat het molentje stilvalt. En dus kan het leiden tot een vicieuze cirkel, waarbij alles stilvalt. Voort zien we ook een economisch systeem dat producten genereert van bedenkelijke kwaliteit. De producenten moeten rekening houden met kostenbesparende maatregelen. Dus ze gaan in hun producten goedkopere componenten gebruiken en besparen waar mogelijk. Voort zijn er natuurlijk ook producenten dat dit bewust gaan doen, omdat er telkens weer een nieuwe consumptie moet komen. Dus zaken dat kapot gaan is interessant in dit economisch systeem. Wat zien we dus? Verkwisting is spijtig genoeg een constante. Het is niet alleen een verkwisting van de grondstoffen die gebruikt worden in deze producten, maar ook een gigantische verkwisting van de menselijke energie die erin ingegaan is. Nu, vraag wat de nieuwe dingen zouden maken die niet zouden verslijten. De economie zou ineenstorten. Voort is schaarste zeer interessant in dit systeem, want het geeft potentieel om uw winst te maximaliseren als bedrijf. Dus wanneer u mensen kunt overtuigen dat uw product schaars is of grondstoffen schaars zijn, geeft u een mogelijkheid om uw winst te verhogen. Dus weer een slechte incentive. Voort, zoals ik al zei, moeten we werken aan arbeid voor inkomen. Dus er is een nood aan inkomen gewoon om te leven, om te overleven zelfs, om ons eten te hebben.
Dit moeten we bekomen door een strategie uit te pluizen. We moeten dus aan een job geraken of als bedrijf een winst genereren. En dit gebeurt in competitieverband. Natuurlijk, in competitie wil ook zeggen, er ontstaat corrupt gedrag. Al is het alleen om te leven of om uw winst te maximaliseren, er ontstaat corrupt gedrag. Enerzijds door... Wat blieft? Ja, absoluut. En ook ja, veel verliezers meestal. En enkele winnaars. Dus we zien dit corrupt gedrag in de vorm van diefstal voor mensen die moeten overleven of gewoon extra inkomen willen. Of bedrijven die expres gaan vervuilen om ook hun winst te maximaliseren. Establishments, ook een manifestatie in ons systeem. Dit zijn instituten die zich kost wat kost willen bestendigen. Dus een simpel voorbeeld is, iemand start een bedrijf op, neemt werknemers aan, genereert een marktaandeel. Dus er is iets dat een bedrijf opgestart. Rechtstreeks ontstaat er een afhankelijkheid van alle werknemers en de persoon die het bedrijf oprichtte. Dus een overlevingsmechanisme ontstaat er. Nu, dit lijkt allemaal heel normaal, maar laten we eens langs de andere kant bekijken. Wanneer er een nieuw bedrijf wordt opgericht, dat potentieel maatschappelijke vooruitgang kan betekenen. En een deel van het marktsegment van die establishments wil afnemen, gaat dit bedrijf dat vooruitgang kan betekenen, gaat hevige tegenwerking ondergaan. Dus establishments zijn in staat om onze vooruitgang als maatschappij af te remmen of te paralyseren. Voorts kampt ons huidige economisch systeem ook met een heel groot probleem. Het heet technologische werkloosheid. Dit is werkloosheid waarbij menselijke jobs worden afgeschaft en vervangen door machines. En dus wanneer dat er minder jobs bijgecreëerd worden te vergelijken met die dat afgeschaft worden. Zoals ik daarnet zei, is ons systeem gebaseerd op arbeid voor inkomen. Nu, wanneer de mensen geen optie meer gaan hebben om te werken, zien we in dat heel dit systeem, heel dat molentje, niet meer kan blijven werken. Nu, ja, wat gaan we doen? Ons systeem trachten te repareren of een nieuwe sector trachten te zoeken om dit probleem aan te kaarten? Ik denk dat het tijd wordt dat we eens als samenleving eens goed gaan nadenken, geconfronteerd met dit fenomeen van automatisatie, en eens herzien hoe we onze samenleving gaan organiseren. Nu, dat was in een notendop wat de ZRS Movement vaststelt qua problemen. Nu gaan we even kijken hoe de ZRS Movement denkt om tot een oplossing te komen. Nu, we beginnen bij de basis, de mens. Wat heeft de mens nodig om te overleven? We hebben nood aan hoge kwaliteit lucht, voedsel en water om te leven. Daarom moeten we elke praktijk overstijgen die deze omgevingsprocessen verstoren. Als wij ons eigen saboteren en onze lucht, voedsel en water van kwaliteit verminderen of zelfs onbruikbaar maken, dan gaat het niet werken. Wat zien we natuurlijk in de praktijk? Onderaan ziet u dat onze korte termijn winstperspectieven aanzet geven tot lange termijn milieuvernieling. Voort zien we ook in dat de natuur een dictatuur is. De natuur heeft een set van regels. Als mensheid is het in ons belang om ons te aligneren met deze regels. Want wanneer we dit niet doen, komt er een botsing met de natuur. En als er een botsing komt met de natuur, weten we wie dat er gaat verliezen. We beseffen ook dat de enige constante verandering is. En ons menselijke begrip is altijd in transitie. Dat wil gewoon zeggen, wat we vandaag zien, dat we aanschouwen als waarheid, kan eventueel morgen niet meer zo zijn. Dus we weten dat al ons begrip in transitie is. Nu, om ons goed te kunnen aligneren of het best te kunnen aligneren met de natuur, beseffen we dat het toepassen van de methodes van wetenschap een van de beste middelen is dat de mensheid ter beschikking heeft om ons te aligneren met de natuur. Want deze methode gebruikt hypothesevorming, doet research en heel belangrijk, de hypotheses worden getest tegenover de fysische realiteit. Werkt dit of werkt dit niet? Het lijkt evident, maar we moeten zo gedetailleerd mogelijk weten wat de draagkracht van de aarde is. Vooral wat ons als samenleving ook ondersteunt, zoals energie, materialen, voedsel, water en lucht. Nu, we gaan ons doelen stellen. We kunnen stellen dat elke mens graag propere lucht, water en hoogste kwaliteit voedsel heeft, efficiënt transport, relevante opvoeding en opleiding heeft, graag de beste gezondheidszorg, het einde van oorlog ziet, persoonlijke vrijheid geniet, gereduceerde stress, sterk gereduceerde criminaliteit en over een materiële overvloed beschikt. Dat is een hele boterham.
En het zijn mooie doelen, vind ik. Nu, hoe gaan we deze realiseren? Nu, we willen een samenleving hebben die samenwerkt. En die dan via de methodes van wetenschap en met de ondersteuning van technologie, dus van een simpele hamer tot geavanceerde robotica, ons in staat stelt om deze doelen te realiseren. In heel kort was dit hoe de Zagreus Movement denkt. Nu, laat ons focussen op wat we voorstellen, namelijk een resource-based economic model. Ten eerste is het een heel ander systeem dan we vandaag kennen. Want het is een systeem dat zichzelf continu in vraag stelt. We gebruiken de methodes van wetenschap, dus er is niets finaal. Wanneer er verbeterd kan worden, gaan we dit dan ook doen. Voorts is het een economisch model dat zich niet focust op handel, maar eerder op het beheer van de resources. En de zon is er een beetje doorgekomen. Dus een resource-based economic model. Er zijn twee basisfundamenten. Punt 1. Alle goederen en diensten zijn beschikbaar zonder het gebruik van geld, krediet, ruilhandel of enige andere vorm van schuld of dienstbetoon. Heel kort, we gebruiken geen geld of geen ruilhandel. Alle goederen en diensten zijn beschikbaar voor iedereen. Punt 2. Alle resources zijn het gemeenschappelijk erfgoed van alle mensen van de wereld. Heel eenvoudig dus. Alles is gedeeld. Nu, wat is de bedoeling daarvan? Want het zijn allemaal grote woorden natuurlijk. Nu, de bedoeling is om ten eerste al om de mens te bevrijden. Te bevrijden van de repetitieve, monotone jobs die we vandaag uitvoeren. Deze dat weinig of geen maatschappelijke relevantie nog hebben. We willen ook gaan van een egocentrisch systeem waarbij rijkdom, eigendom en macht belangrijk is en overgaan naar een systeem dat ons incentives genereert als mens. Namelijk incentives rond zelfontplooiing, opvoeding, sociaal bewustzijn en creativiteit. Nu, arbeid gaat ook dus heel anders zijn. Ten eerste, door het feit dat we geen geld meer gebruiken, gaan er al miljoenen jobs sneuvelen. Ja, we willen jobs doen sneuvelen. Ten eerste, dus onder de vorm van bankieren, handelen en verzekeringen. We gaan ook een grote verlaging zien van stress. En ook een meer vriendelijke cultuur gaan krijgen, omdat mensen niet meer achter elkaar zitten, achter winst, om winst te behalen. Dus we willen dus mensen hebben die duurzame en efficiënte activiteiten gaan doen. En dus ook meer tijd gaan hebben voor persoonlijke expressie, ontdekking en kunst. Ja, dit is niet zo duidelijk, maar de zon gaat weggaan. Dus sowieso als basis heb je in een resource-based economic model zuiver water beschikbaar, gezond voedsel, onderdak. Je hebt ook toegang tot opleiding en je hebt gezondheidszorg. Dat is al het minste, minimum. Nu, ja, het is niet zo duidelijk, maar in zo'n samenleving gaan dus de mensen, gaan die allemaal hetzelfde zijn, monotoon, uniform. Ja, op het volgende gebied. Ze gaan inzien dat we op een planeet leven waarbij we allemaal afhankelijk zijn van elkaar. En waar we verbonden zijn. We gaan ook inzien dat we... Ja, even mijn draad. Dus we gaan ook inzien dat we bij elke actie ook een reactie hebben of een gevolg. En daarvoor ook verantwoordelijkheid willen nemen ten opzichte van onze medemens, de omgeving en de samenleving. Hoe gaan we zaken maken in een resource-based economic model? Nu, de bedoeling gaat zijn dat we verkwisting zoveel mogelijk verminderen. En de kwaliteit van onze goederen dat we maken, zo maximaliseren. Dus ze moeten zo lang mogelijk meegaan. Voorts moeten we absoluut rekening houden met de draagkracht van de aarde. Dus dat we geen grondstoffen gebruiken waarbij we weten dat we na een week mensen gaan hebben die ervoor gaan vechten. En we willen repetitieve menselijke arbeid drastisch verminderen of zelfs elimineren. Nu, een productieproces kan in 4 stappen gebeuren. Ten eerste moeten we een inventaris hebben van onze planetaire resources. Dus hoe exacter we weten wat we hebben, hoe beter we kunnen zien waar we gaan komen met ons product. Gaat het een zware last zijn op de aarde of niet? En ook, heel belangrijk, dat we kunnen vooruitkijken. Vooruitkijken waar de potentiële problemen gaan zijn en dat we ons als samenleving kunnen aanpassen op deze problemen die afkomen. Dus proactief en niet reactief zoals we vandaag zien. Dus wat gaan we produceren? Ten eerste moeten we inzien dat de producten die we
gaan maken of de noden van de mensen, dat deze constant in transitie zijn. Er zijn geen vaste noden. Daarvoor willen we wetenschap en de stand van technologie gebruiken om aan de noden van de mensen te voldoen. Wat zien we vandaag in de winkel? We zien dat er een veelvuldigheid van producten zijn die in essentie hetzelfde doen. De ene al iets beter dan een ander. In een resource-based economic model gaan we dat dus niet hebben. We gaan een product hebben dat het beste is en wat het doet, met eventueel meerdere versies daarvan of uitvoeringen. Nu, de productiemethoden. We gaan dus inderdaad zaken maken die zo lang mogelijk meegaan. En we willen ons zwaar focussen op automatisatie. En ten vierde, hoe gaan we de producten die we maken bij de mensen krijgen? Dat kan via eenvoudige mechanismes zoals distributiecentra. Dus dat zijn gewoon winkelachtige gebouwen, maar dan zonder de advertising en de duw om te consumeren, waarbij de zaken gewoon beschikbaar zijn voor de mensen. Of een andere vorm om een product te bekomen kan zijn via een website waarbij je een product bestelt en het wordt ter beschikking gesteld of het wordt thuis geleverd. Ik ben eentje te ver. Heel belangrijk punt, recyclage. Nu, wat gaan we doen met ons product? We gaan zien dat recyclage van beide ontwerpfasen ingebouwd zit. De strategie is simpel. We willen ervoor zorgen dat elk component, elke grondstof dat gebruikt wordt in dit product, hergebruikt kan worden. Zo maximaal mogelijk. Met zo weinig mogelijk verlies. Dus zo maken we zaken in een resource-based economic model. Nu, automatisatie. Ik heb het er al een paar keer over gehad. Nu, de bedoeling is nog altijd om zoveel mogelijk repetitieve menselijke arbeid te doen verlagen en zelfs te elimineren. In zoveel mogelijk domeinen. Nu, u kunt dit nu niet zien, maar dat zijn foto's van machines. Dus we zien in dat veel machines en al veel domeinen vandaag veel sneller, accurater en een veel groter uithoudingsvermogen hebben dan een mens. We zien ook in dat dit automatisatieproces ons de mogelijkheid gaat geven om meer tijd te hebben voor ontdekking en voor creativiteit. Nu, die machines dat de zaken gaan maken voor ons, ja, die gaan natuurlijk niet gemaakt worden om een monetaire winst te maken. Die gaan gemaakt worden voor een doel te dienen. Zo lang mogelijk en zo efficiënt mogelijk zaken maken voor ons als samenleving. Ja, oké, we automatiseren heel veel, maar ja, wat gaat de mens dan nog doen? De rol van de mens. In dit productieproces, straks meer over participatie, maar in dit productieproces zal de mens sowieso fungeren als toezichthouder, zodat alles nog blijft lopen zoals het is. En de mens kan hier ook creatief mee omgaan, dus en verbeteringen aanbrengen in het productieproces. Beslissingen, regering in een resource-based economic model. Nu, wat zien we vandaag? Dat met geld in een economie het moeilijk is om ethische beslissingen of een ethische regering te verwachten. Want die mensen, het zijn ook mensen natuurlijk, die kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed worden door geld. Met andere woorden, bijvoorbeeld lobbygroepen. Is er eigenlijk een manier om, het is een blueprint van een vliegtuig dat hier staat, is er een manier om een vliegtuig te ontwerpen op een liberale manier of een socialistische manier eigenlijk? Of een stratennet of een hoogspanningsnet? Nee. In een resource-based economic model gaan we geen beslissingen nemen. We gaan komen tot beslissingen via de toepassing van wetenschap en we laten ons ondersteunen door technologie. Wat is daar de bedoeling van? De bedoeling is om tot zo objectief mogelijke beslissingen te komen en subjectiviteit trachten te elimineren. Nu, uiteindelijk moeten we komen tot een objectief systeem van resource management. Eén dat de productie en distributie van goederen en diensten gaat doen voor ons. En ook aan grondstof- en milieubeheer doen. Ik herhaal, de bedoeling is om tot objectieve beslissingen te komen. Nu, ja, de mens. Hoe kunnen we nu participeren in zo'n resource-based economic model? Nu, we zouden kunnen stellen dat ware participatie aan een samenleving is dat wanneer men begrijpt hoe deze samenleving werkt. En dat men ook beseft hoe men kan bijdragen tot deze samenleving. Bijvoorbeeld, in een resource-based economic model heb je interdisciplinaire teams over een hele waaier van domeinen. Nu, deze teams, een mens kan daar zich bij aansluiten of gewoon aan bijdragen. In de mate van dat ze zelf de kennis hebben of een probleem zien en dit kunnen verbeteren. Dit zijn geen vaste teams, deze teams zijn roterende teams. Met andere woorden,
Telkens wanneer er... Er kan altijd iemand bijkomen of vertrekken wanneer je wil. Nu, een heel belangrijk aspect van een resource-based economic model is onderwijs en opleidingen. Want iedereen heeft onbeperkte toegang tot onderwijs en opleidingen. Nu, wat is het doel? Het doel is de meest intelligente en bewuste mens te vormen dat mogelijk is. Wat wil dit zeggen? Wat is de reden hierachter? Hoe slimmer de mens en intelligenter de mens is, hoe beter deze kan bijdragen en de levens van iedereen kan verbeteren door bij te dragen. Voorts gaan we heel anders kijken ten opzichte van eigendom, want er is toegang in plaats van eigendom in een resource-based economic model. Nu, wat zien we vandaag is dat eigendom nog altijd een zeer machtig concept is. Het bepaalt min of meer onze status in de sociale ladder. Voorts is er ook advertising die ons wil doen geloven dat we bepaalde zaken nodig hebben en dus via die eigendom ons beter kunnen voelen en zo. Nu, in een resource-based economic model is het eigenlijk niet meer zo. Namelijk, eigendom is irrelevant. Men zou in een resource-based economic model als het ware continu de wereld kunnen rondreizen. Want overal waar men komt, daar is alles ter beschikking dat men nodig heeft. Want bijvoorbeeld voor huishoudelijke items kunnen we gaan naar een distributiecentrum. Of bijvoorbeeld voor vrije tijd kunnen we bijvoorbeeld bij de instantie van golf bijvoorbeeld, gaan naar een golfcentrum, de golfclubs nemen die ze gebruiken en terugbrengen. Waarom zou men zich willen belasten met het onderhoud, het transport en de stockage van deze golfclubs? Ze zijn altijd ter beschikking in het golfcentrum. Een ander voorbeeld is het gebruik van een auto. We gaan gewoon een auto ter beschikking krijgen, we gebruiken deze auto en deze komt ter beschikking van iemand anders. Nu, dit is een veel efficiënter systeem, zo'n universeel gedeeld systeem, dan wat we hier op de foto zien, auto's die tijd en ruimte staan te verkwisten de hele dag lang op een parking. Dit was in vogelvlucht eigenlijk, we horen ze ook fluiten. In vogelvlucht wat we voorstellen qua oplossing. Nu, als conclusie, veel mensen die dit voor de eerste keer horen denken, ja, onmogelijk, het is veel te ver gezocht. Nu, als we kijken naar de geschiedenis van de mens, zien we dat we komen van een samenleving van extreme bijgelovigheid en rassenongelijkheid en slavernij. Maar we evolueren traag, maar we evolueren naar een samenleving van gelijkheid, van creativiteit, ontplooiing. Voort zien we op technisch vlak ook dat we komen van communicatie met rooksignalen, waarbij we vandaag communiceren tegen bijna de snelheid van het licht. De Wright Brothers werd ooit gezegd dat de mensen nooit gingen kunnen vliegen. De mensen die praten over naar de maan te gaan, die werden afgedaan als gekken. Uiteindelijk is het iets zeggen dat iets onmogelijk is, gewoon eigenlijk het gebrek aan creativiteit. Nu, u kunt meer informatie vinden aan onze infostand of u kunt ook altijd gaan op onze website www.thezeitgeistmovement.be. Dank u voor uw aandacht.